Ik ben super enthousiast over wat er wordt gepresenteerd, hoe het gepresenteerd wordt. Het is inhoudelijk, het is energiek, je wordt er vrolijk van en je hebt echt een gevoel van je wil gewoon morgen met elkaar aan de slag. Ik ben erg onder de indruk van vandaag. In 4 maanden tijd zoveel kennis verzamelen met nog oplossingen erbij. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de Denktank zich op de digitale samenleving heeft gericht, want het wordt steeds meer onderdeel van ons dagelijkse werk. Maar wat we ook wel zien is dat er heel veel mensen eigenlijk niet zo heel goed mee kunnen op die digitale snelweg. Of zich misschien soms niet zo bewust zijn van de risico's daarvan. Het internet is stuk. Dat heb ik beschreven in een boek waar er staat bij, we kunnen het ook nog repareren. En een nationale denktank, zeker met de energie en de aandacht die men daarin heeft gestopt, met serieuze analyse ook, kan daar heel goed bij helpen. Door te kiezen voor een aantal kernwaarden kom je met een toekomstbestendige oplossing die ook nog eens op 3 verschillende elementen zit. Beleid, maar ook hele concrete praktische oplossingen en de maatschappelijke weerbaarheid vergroten. Want dat is echt cruciaal.